Ja mensen, ik ben vandaag het voorprogramma van Menno Snel. Die zal hier dadelijk zijn om u uitvoerig te informeren over de besluiten die we hebben genomen over box 3. Die persconferentie zal aansluitend hier plaatsvinden. Goede berichten, denk ik. Dan misschien een paar korte dingen ter inleiding. Brexit, ik kom er niet onderuit, om dat toch weer even te melden. Dat we natuurlijk allemaal de theebladeren aan het lezen zijn uit Londen. Dat een bijzonder politiek proces zich voltrekt, waar ik dan maar verder geen commentaar op geef. Maar dat de uitkomst daarvan nog onduidelijk is. Wel is bekend dat de EU-27, de 27 landen die doorgaan, dat wij openstaan voor concrete voorstellen van de Britse regering. Die moeten dan wel weer verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord wat gesloten is. En als die voorstellen komen, dan zullen we die op dat moment uiteraard ook beoordelen. En alles gericht op een oorlijk vertrek van het VK uit de Europese Unie met een uittredingsakkoord. En zoals u weet, een no-deal Brexit is nooit een keuze geweest van de Nederlandse regering, integendeel. Maar dat scenario kunnen we niet uitsluiten, dus daar moeten we ons wel op voorbereiden. Dan tot slot wil ik iets zeggen over de verschrikkelijke ramp die zich heeft voltrokken op de Bahama's. Met orkaan Dorian. Orkaan van categorie 5 en die heeft grote gevolgen. Er is al melding vanuit het Rode Kruis dat er 13.000 woningen verwoest zijn of zwaar beschadigd. Dat grote delen van het eiland onder water staan. De bevolking heeft dringend hulp nodig. Daarom stuurt Nederland 2 marineschepen die kant op. Naar het getroffen gebied de Johan de Wit en de Snellius. De verwachting is dat zij op 11 september ter plaatse zijn om hulp te bieden. Denk daarbij aan het leveren van schoon drinkwater, voedsel en overige hulpgoederen. Ook kunnen helikopters en landingsvoertuigen, vaartuigen worden ingezet om mensen te evacueren, om goederen te vervoeren. En uiteraard is de precieze invulling afhankelijk van de behoeften ter plekke. En Defensie overlegt daartoe met de regionale rampenbestrijdingsorganisatie. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS. U wacht natuurlijk allemaal heel snel. Hè, dus. Nou ja, u zei even in een kort bijzinnetje dat Menno Snel met goed nieuws komt. Wat is dat goede nieuws? Ja, dat laat ik dan even aan hem over. Dat gaat hij u zo brengen. Hij zit er, hoe korter wij het houden, hoe sneller u het hoort. Maar kunt u daar niks over zeggen? Ja, ik kan er alles over zeggen. Maar als hij hier dadelijk is het natuurlijk onzinnig dat ik dat... Nou, als het echt belangrijk nieuws is, wilt u misschien nog wel even zeggen dat er... Ja, dat vind ik een terechte opmerking. Ja. Daar heeft u een punt, maar toch laat ik het even bij hem. RTL. Heeft u de berichtgeving al gelezen over wat Menno Snel zo meteen gaat zeggen? En of het daar een commentaar op wil geven? Ja, of u de behoefte heeft om dat te bespreken. ik denk dat ik even verwijs naar Menno Snel, die dan ook kan betrekken de berichtgeving. Andere vragen. Achteraan, Reuters. Ik had een vraag over MH17. In Kiev is Volodymyr Tsemak nu vrijgelaten. Hij is niet een van de aangeklaagden, maar hij zou wel belangrijke informatie hebben. Is dit een probleem? Is zijn vrijlating een probleem wat de Nederlandse regering betreft? Ja, ik kan op dit moment daar niets in het openbaar over zeggen, over de situatie in Oekraïne. Ik kan u wel verzekeren dat zodra dat kan, zullen we dat doen. Dan zullen we uiteraard ook de Tweede Kamer meteen informeren. Maar op dit moment gaat dat nog niet. Ik kan gezien de fase van de situatie nu niets zeggen. Andere vragen? Voorschot. Meneer Rutte, het kabinet heeft in de zomer geïnventariseerd hoe groot de schade kan zijn van het stikstofbesluit van de Raad van State. Begint u zich zorgen te maken? U kent de opvatting dat ik soms heel kort zorgen mag hebben, maar ik dan volgens mij dat enorme salaris krijg om dan te proberen met mijn collega's die zorgen om te zetten in actie. En daar werken we nu aan. Er wordt ontzettend hard gewerkt door de verschillende betrokken ministeries, maar ook alle andere betrokken overheden, want het is wel een co-productie waar we hier aan werken, samen ook met bijvoorbeeld de provincies. We willen proberen om zo snel mogelijk de Tweede Kamer te informeren over alle projecten. En die zijn van het Rijk, provincies, maar bijvoorbeeld ook van de waterschappen, gemeenten. Om daar zicht op te geven, welke niet door kunnen gaan als gevolg van die uitspraak van de Raad van State.
Daarnaast is er natuurlijk vooral ook zicht zoeken naar de oplossing. Daartoe hebben we onder andere een club opgericht onder leiding van Johan Remkes, die daarmee bezig is. Om zowel voor de korte als de lange termijn met adviezen te komen. Dus dat is allemaal in gang gezet. Wij verwachten dat advies tweede helft september. Wat we nu nodig hebben is een nieuwe systematiek. Waarmee we de natuur natuurlijk proberen te beschermen, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat we nieuwe projecten mogelijk kunnen maken. Maar zodra er iets over te melden is, hoort u dat. Maar het kabinet zoekt het in een nieuwe systematiek, niet zozeer in het stilleggen van projecten of het intrekken van vergunningen? Nogmaals, al die besluitvormingen gaande. Ik probeer altijd hier alleen te praten over besluiten die genomen zijn. En we zijn nog bezig met die besluitvorming. Maar het ligt voor de hand dat we het hele orgel bespelen hier. Alle knoppen indrukken. Ik zag eerst Telegraaf. Heel kort aanvullend, meneer Rutte, want u vertelde iets over uw salaris en dat u problemen moet oplossen. Maar ik denk dat veel mensen in Nederland ongeveer wekelijks nu toch wat onheilspellende verhalen horen. En u doet dit werk nu al 9 jaar. Zou u misschien de Nederlanders een beetje aan de hand kunnen nemen waar Nederland nou precies mee geconfronteerd wordt op dit moment? Hoe ernstig is het nu eigenlijk? Dat wil ik doen als we ook met een oplossing kunnen komen. We zijn bezig nu de gevolgen in kaart te brengen. Het lijkt me niet dienstig dat ik, terwijl we dat aan het doen zijn, maar het beeld nog niet rond is en niet compleet is, om daar dan berichten over te geven. Maar kunt u wel een duiding geven in, want u heeft veel problemen meegemaakt de afgelopen jaren. Is dit het grootste probleem wat uw premierschap tegemoet ziet of zo? Ik probeer mijn baan vooral ervoor te zorgen dat we problemen oplossen. En ik maak niet lijstjes in mijn hoofd waar dat probleem zich bevindt in een ranking. Jammer. Begrijp ik, maar ik lijkt het beter dat we even wachten tot we echt kunnen berichten welke projecten en wat zou de aanpak kunnen zijn. Twee vraagjes, Brexit en Turkije. Over Brexit, jij wilde er misschien niet zoveel over zeggen, zei u net, maar is uitstel een optie wat u betreft? Nou kijk, daar zeg ik, heb ik ook in het verleden steeds niks over gezegd, omdat het aan de Britten is om in de eerste plaats te zeggen wat zij willen. En wat ik wil voorkomen is dat nu internationaal wordt medegedeeld via deze persconferentie, Rutte biedt aan, of uit Nederland wordt gesuggereerd dat de Britten zijn aan zet. Er ligt een uitredingsakkoord, er ligt een datum, er is een datum, 31 oktober, waarin het afloopt. De Britten moeten het nu doen en wat we moeten voorkomen is dat zij het ons probleem maken. Het is hun probleem, zij moeten nu met een voorstel komen. Dan over Turkije. Meneer Erdogan dreigt uw Turkije-deal open te breken. Wat vindt u daarvan? Dat is vaker gebeurd in de afgelopen 3,5 jaar. Ik moet zeggen, Turkije heeft zich tot nu toe overwegend goed aan de afspraken gehouden. Ik heb geen aanleiding aan te nemen dat dat gaat veranderen. Want hij dreigt dus de poort open te zetten en dan miljoenen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen. Ja, is meerdere keren al gebeurd. En u denkt, het gaat niet gebeuren? Tot nu toe houdt Turkije zich goed aan de afspraken, zijn de contacten met Turkije goed. Heeft Turkije als onderdeel van de afspraken ook hulp van Europa gekregen, zowel financieel als praktisch. Als er op dit moment irritatie of aanleiding is naar het gevoel van Turkije om irritatie te hebben over de uitvoering van de afspraken, dan moeten we daarover met elkaar in gesprek. En dat is dan iets voor Europa, de commissie, met de Turkse regering. Ja, dus u laat zich niet gijzelen door de president? Zo interpreteer ik zijn woorden niet. Ik interpreteer het als, het is een enorme hoop werk. Er zijn heel veel Syrische vluchtelingen die zich bevinden in Turkije. Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen buiten Syrië bevindt zich in Turkije, in het zuiden van Turkije, in de opvangkampen, maar vooral ook in de lokale gemeenschappen. De Turkse autoriteiten, is mijn waarneming, doen hun best om dat in goede banen te leiden. Er zijn afspraken gemaakt in het kader van de EU-Turkije-overeenkomst uit maart 2016 om die samenwerking goed te doen. En de rol van Griekenland en de rol van Europa erin. En ik begrijp uit zijn uitspraken dat hij ontevreden is over hoe Europa invulling geeft van onze kant aan die uitspraken. En dat is dan een zaak voor de commissie om met de Turken te bespreken. Ja, want hij zegt ze kunnen best terug. Het is daar alweer iets beter dan het was. Kijk, de afspraken met Turkije gaan over de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Blok heeft ook net gezegd bij uitloop uit de ministerraad dat waar het betreft het terugzenden van vluchtelingen uit Turkije naar Syrië, Nederland niet de indruk heeft dat de situatie in Syrië zich zover gestabiliseerd heeft dat dat zou kunnen. Klopt. Dank u. Die mag ik de volgende vraag geven. Oh ja. Borgman, vooraan. Ja, meneer Rutte, er ontstond gisteren wat, laten we zeggen, rumoer in de Kamer ook over de positie van het bureau ICT-toetsing. Nadat de collega's van de NRC daar een
nogal alarmerende verhalen over hadden geschreven. Hoe beoordeelt u de positie van dat bureau? Als u daar ergens in uw aantekeningen verder over... Jazeker. Had ik u al verteld dat wij... Nee, sorry. Ik beoordeel die positie als onafhankelijk. De voortbestaan van dat bureau staat wel op het spel, want de financiering is niet tot in de oneindigheid geregeld. Zou u vinden dat ook na volgend jaar dat bureau moet blijven bestaan? Nou, volgens mij is dat de bedoeling. Het is een bureau wat is ingesteld naar aanleiding van een parlementair onderzoek, onder leiding van Ton Elias, een aantal jaar geleden. Volgens mij was de discussie niet zozeer over de vraag blijft het bestaan, maar wordt er druk uitgeoefend op de adviezen die het bureau uitbrengt. Wat ik hier kan zeggen is, die adviezen worden in alle gevallen onafhankelijk vastgesteld. Worden ongewijzigd door de staatssecretaris Raymond Knops, aangeboden aan de bewindspersonen. Er is nog op 29 maart 2019 een evaluatie aan de Kamer gestuurd. Wij proberen er alles aan te doen, Knops voorop, het hele kabinet, dat zij hun werk vakkundig kunnen doen, onafhankelijk kunnen doen. En ik heb niemand gehoord die zegt, we moeten ermee stoppen. Nou ja, in de top van dat bureau is wel wat onrust. Er zijn mensen weggegaan omdat ze het idee hadden dat ze hun werk niet op de manier konden doen zoals ze dat zouden willen. Zou u vinden dat dat bureau zo belangrijk is dat het ook na volgend jaar moet blijven bestaan? Nou ja, volgens mij is er geen plan om ermee te stoppen na volgend jaar. De financiering houdt op. Oké, dan moet ik me nader informeren. Ik had de indruk dat het langer was, dan ben ik op dat punt niet goed geïnformeerd. Maar wat de staatssecretaris aan de Kamer heeft gemeld, is dat hij een aantal van de zorgen deelt die er leven. En dat hij daarom in overleg met de toezichtsraad bezig is om maatregelen te treffen om het BID te versterken. Dus dat wijst niet op onmiddellijke opheffing. Want erkent u ook het belang van dat bureau? Zeer. En kijk maar naar... Het stond ook, dacht ik, in datzelfde krantenartikel met welke lompe bewoordingen zijn adviezen naar buiten brengen. En dat is heel dienstig, die lompe bewoordingen. Er wordt niks toegedekt. Het is allemaal heel stevig. En dat leidt ook in een aantal gevallen tot bijsturing en zelfs ook stopzetten van grote projecten. Dus ik heb de indruk dat het BID echt doet waarvoor het bedoeld is. U zegt lomp, je kunt ook zeggen helder. Dat bedoel ik. Lomp was hier niet slecht bedoeld. Ik vind lomp goed. Ik ben VVD'er. Ja. Dank u. Nog andere vragen? Anders dan geef ik de laatste vraag aan Klokhuis. Hey. Hey, hallo. Hallo. Meneer Rutte, wij hebben onze klokhuiskijkers gevraagd of zij nog een prangende vraag voor u hadden. En die zijn en masse binnengekomen. Dus de volgende vraag betreft een kijkersvraag. U komt altijd heel vrolijk en opgewekt over, vinden de klokhuiskijkers. Maar is er ook wel eens iets geweest wat u heel erg moeilijk vond? En zo ja, wat was dat? Ja, het kwam al even net voorbij. Het zwaarste wat in de afgelopen jaar speelde is natuurlijk toch MH17. De verschrikkelijke ramp met vlucht MH17 nu ruim 5 jaar geleden. Waarbij 298 mensen zijn omgekomen, waaronder 196 Nederlanders. Dat betekent dat mensen ineens hun ouders, broers en zussen, familie, vrienden verloren zijn. Dat heeft duizenden mensen direct geraakt en heel veel meer mensen... indirect, hè, die weer mensen kennen die iemand verloren hebben. En dat is veruit de grootste gebeurtenis wat mij betreft in dit land en ook in dit deel van de wereld in de afgelopen 5 jaar. Dat heeft mij natuurlijk zeer geraakt. Ik heb al eens gezegd, de enige keer dat ik ooit echt tranen had in deze baan was vanwege een van de aspecten van MH17. Een van de dingen die toen speelden. Duidelijk, dank u wel. Ik wens u wel een goed weekend. Goed weekend.